Het is een groot verschil, zoals je zelf kan horen. Samen met een gespecialiseerde firma brengt hier eerst alles afgemaakt, om dan 5500 kubieke meter grond uit te storten. Aan de overkant staan wel geluidsschermen, maar aan deze kant wil de overheid er geen zetten, omdat hier maar vier huizen staan. Als het maar enkele huizen zijn zoals hier, dan is de kans kleiner dat we daar geluidsschermen plaatsen, omdat we met eenzelfde investering vaak een hele woonwijk of honderden mensen ineens kunnen helpen. Brecht heeft zelf dan maar 25.000 euro in de berm geïnvesteerd. Op de crowdfundingpagina kan iedereen het project volgen en steunen. Zijn huis gewoon verkopen, dat wilde hij niet. Daarvoor is hij er te veel aan gehecht. Het is al vier generaties in de familie. Moet hier een beetje gek voor zijn om dit te doen? Of idealistisch misschien. Maar gek zal er zeker bij worden in elk geval. Ben je nu gelukkig? Ik ben altijd gelukkig, maar nu nog meer dan normaal. Ik ben blij dat het gedaan is. Dat werd ja. Stoppen met roken is altijd goed. Ook als je al ouder bent en als je al jaren rookt. Dat blijkt uit internationaal onderzoek. Experts willen dan ook dat medicatie om te stoppen terugbetaald wordt. Ook als je het voor de tweede keer probeert. Ik kroeg van mijn 14 jaar. Ik ben nu 64 en ik heb nogal niet de hoesting direct voor het roken te laten. Het is nogthans nooit te laat om te stoppen met roken. Ook niet voor wie ouder is dan 60 jaar. Dat blijkt uit een internationale studie bij 500.000 testpersonen. Stoppen met roken helpt met elke leeftijd, in beroep of in leeftijd, maar ook op 60 jaar. Je hebt een half miljoen mensen geworden en dat heeft het gevolg dat je 3 jaar doet als je stopt op je 60. Als je stopt op je 60ste, leef je dus 3 jaar langer en je hebt de helft minder kans op een hartinfarct. En ook al heb je al eerder geprobeerd om te stoppen, je probeert het best nog eens. Want roken is een hardnekkige gewoonte. Stoppen met roken zijn lichamelijke klachten, dat je moeilijk in te zien. Maar het is ook aankleurgedrag. Je rookt bijvoorbeeld altijd een bepaalde zetel. Dus het is altijd normaal dat je meer te pogingen moet doen om te stoppen met roken. Omdat je dat aangeleurgedrag ook moet proberen. Medicatie om te stoppen met roken wordt maar 1 keer terugbetaald door het ziekenfonds. Experten pleiten er nu dan ook voor om de terugbetaling uit te breiden naar meerdere pogingen. Syrische luchtmacht heeft stellingen van de Islamitische Staat gebombardeerd in de stad Palmyra. Is vorige woensdag in handen van de moslimterroristen gevallen. Het oude deel van Palmyra is beschermd werelderfgoed. IS heeft zelf beelden van de bombardementen op het internet gezet. Een rookpluim stijgt op boven Palmyra. De Syrische luchtmacht heeft de historische stad gebombardeerd, zegt de Islamitische Staat. Deze beelden moeten de schade van de bombardementen bewijzen. Een hulporganisatie bevestigt dat er minstens 15 luchtaanvallen geweest zijn. De verovering van Palmyra vorige woensdag is een van de grootste recente overwinningen van IS. En in dit filmpje maken militanten van IS aanspraak op een ander succes. Ze zeggen dat ze gisteren een Syrische legerhelikopter neergehaald hebben, in de buurt van een luchtmachtbasis in Aleppo. Maar volgens het Syrische leger is de helikopter niet neergeschoten, maar neergestort door een technische panne. Aleppo is nog niet in handen van IS gevallen, maar wordt wel door het terreurleger bestookt. Delen van de stad liggen in puin. En in dat puin zoeken reddingswerkers naar overlevenden. Soms met succes. Hier vinden ze een klein meisje dat vastzit onder een betonnen plaat. Met man en macht proberen ze het kind van onder de brokstukken te halen. Hun inspanningen worden beloond, want uiteindelijk slagen ze erin om haar te redden. Onder het puin ligt minstens nog een kind. Ook dat proberen ze eronder uit te halen. Maar of dat tweede kind het overleefd heeft, is niet bekend. In Irak is alweer wel een succesje behaald in de strijd tegen IS. Het Iraakse leger heeft de olieraffinaderij van Baiji kunnen heroveren na maandenlange hevige gevechten. Die raffinaderij is de grootste van het land en dus uiteraard heel belangrijk. Een deel ervan is bij de gevechten in brand gevlogen en vernietigd.
Maleisische politie heeft 139 graven ontdekt aan de grens met Thailand. Sommige van de graven liggen meerdere lijken. Waarschijnlijk zijn het lichamen van vluchtelingen uit Myanmar en Bangladesh die slachtoffer zijn geworden van gewetenloze mensensmokkelaars. Die houden hen vast in kampen in de jungle tot hun familie los geld betaalt. Smokkelaars hebben hun slachtoffers of vermoord of gewoon laten sterven van hun beren. We will conduct post-mortem on those remains which we found to get to the cause of death or the victim. Het zuiden van de Verenigde Staten wordt getroffen door een echte zondvloed. Het is er al dagen zwaar aan het regenen. Bij grote overstromingen zijn al zeker 3 mensen verdronken. Honderden of duizenden anderen zijn geëvacueerd en honderden huizen zijn vernield. Vooral de staten Texas en Oklahoma zijn zwaar getroffen. Deze autobestuurder had beter niet geprobeerd om hier de ondergelopen weg over te steken. Oh my god! Stop, stop, stop! Zijn wagen kan niet op tegen de sterke stroming en spoelt even later gewoon weg. De auto gaat kopje onder en verdwijnt in het wilde water. Oh my god, oh my god. Meer stroomafwaarts kan de man zich uiteindelijk bevrijden. In San Marcos in Texas valt er tot 30 centimeter water uit de lucht. Straten en pleinen staan blank. Auto's zijn achtergebleven in het plots wassende water. De inzittenden zijn gered met de helikopter. 1 man verdronk hier. Zo'n hevige regen, dat hadden ze hier nog niet eerder meegemaakt. It's the largest flood in history in this region. So it's significant in its impact.